In deze les bekijken we hoe we contourlijnen of isolijnen kunnen maken. Contourlijnen of isolijnen zijn lijnen die punten met dezelfde waarde verbinden. We vertrekken van een raster, kan een hoogtemodel zijn of een ander raster. We klikken op raster, extraction en dan contour. We gaan een contourlijn nemen elke 0,2 eenheden, dit zal in dit geval hier meter zijn. We vertrekken van het rasterbestand meting en interpolatie. En ons uiteindelijke doelbestand zal zijn metingen contour. Oké. En de waarde van die hoogte moet opgeslaan worden in een bepaalde kolom, in een bepaald attribuut. En zullen we elevation noemen, of kan je een andere naam geven, dat is geen probleem. En als je dan op OK klikt, zal je zien dat QuantumGIS contourlijnen aanmaakt. Elke 0,2 waarden. We kunnen die waarden uiteraard ook opvragen. Dat is hier waarde 2,8. En dat zal 2,6 zijn. En de volgende zal logischerwijs 2,4 zijn, enzovoort. En dat zijn de waarden die uiteraard ook in dat oorspronkelijke raster zaten. Dat is hier, ik zit verkeerd. Hier was dat ergens 2,6. Hier zien we inderdaad 2,58. Dat klopt.